Tientallen Rotterdamse Turken zijn bedreigd vanwege de spanningen in Turkije als gevolg van de mislukte staatsgreep. Bij het antidiscriminatiebureau Radar zijn in totaal 68 meldingen gedaan. En de meeste bedreigingen vinden plaats via sociale media. De mislukte staatsgreep in Turkije is nu een maand geleden. Maar de spanningen zijn nog altijd voelbaar. In Turkije lijkt een heksenjacht gaande op handlangers van de coupplegers en het vermeende brein, de in Amerika woonachtige Fethullah Gülen. Ook hier liggen Gülen-aanhangers onder vuur. Radar heeft in een maand tijd bijna 70 meldingen binnen van bedreigingen, alleen al uit deze regio. Een voorbeeld van een van de zware bedreigingen: worden mensen met de dood bedreigd? Je ziet dat mensen van alles en nog wat toegevoegd krijgen. En valt ons heel erg op, erg in oorlogstermen gesproken. In de sfeer van landverraders, maar bijvoorbeeld ook een term als afvallig hoor je heel veel. Wat toch wel een van de grofste beledigingen is die je een moslim kan toevoegen. Vorige week noemde de Turkse consul hier in Rotterdam Gülen-sympathisanten hier in de stad ook terroristen. If you are supporting somebody who is terrorist, then you are a terrorist. If you are supporting ISIL, if you are supporting Daesh, if you are carrying the flag of Daesh or PKK, this doesn't make any difference. Dat helpt niet echt om polarisatie tegen te gaan en een beetje normale omgangsvormen te bevorderen. En heeft u ook een verklaring waarom er het grootste gedeelte van die bedreigingen die bij u gemeld zijn hier uit Rotterdam afkomstig zijn? We hebben een redelijk grote Turkse gemeenschap vergeleken met een hoop andere gemeenten. En ik denk dat we in Rotterdam aardig wat organisaties hebben die geassocieerd worden met Gülen. En op de redactie staat verslaggever Marion Keten. Marion, veel bedreigingen jegens Gülen-aanhangers hier in de regio. Is dat ook bekend bij de politie? Nou, naar aanleiding van deze meldingen bij het antidiscriminatiebureau hebben we contact gezocht met de politie. En daar zijn 35 aangiftes binnengekomen van bedreigingen van Rotterdamse Turken. En we hebben één van hen gesproken, de oud-politicus Alaaddin Erdal. Maar aangesproken worden op één onderdeel van en daardoor als terrorist bestempeld worden, als ongewenst, als in elkaar slaan waar je hem tegenkomt, uitsluiten. Dat gedachte die leeft enorm en dat is waar we met z'n allen ons tegen moeten weren en moeten bestrijden. Want dat is het laatste waar we op zitten te wachten in de Nederlandse samenleving. En via sociale media bent u bedreigd als landverrader en dat u aangepakt moet worden. U heeft daar aangifte van gedaan. Wat heeft de politie daarmee gedaan? Zichtbaar voor mij en voor anderen nog niks. En dat doet pijn. Bij mij als individu, maar ook bij heel veel andere Rotterdammers die inmiddels aangifte hebben gedaan. Achter de schermen wordt wel overleg gevoerd hoe met die spanningen hier in Rotterdam om te gaan. Zo is er morgen overleg met de driehoek. Dat is tussen de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie. En ook de gemeente heeft overleg met scholen hier in Rotterdam die geafficheerd worden met Gülen. Hoe als ze volgende week weer beginnen om moeten gaan met spanningen. En ouders die twijfelen of ze hun kinderen weer terug kunnen laten keren naar deze scholen.